En het personeel van het Psychiatrisch Centrum Suriname, PCS, is weer aan het werk. De algemene ledenvergadering heeft vanmorgen besloten de draad weer op te pakken nadat de salarissen en vakantiegelden zijn overgemaakt naar de bankrekeningen. Echter, een deel van het personeel dat zijn rekening heeft bij de VCB kan pas na 6 uur vanavond over zijn geld beschikken. Moederbondvoorzitter Errol Snijders, die de bond bij het PCS bijstaat, heeft nadat bekend werd dat de gelden waren overgemaakt, geadviseerd de staking op te heffen. Hetgeen ook is gebeurd. Echter, Snijder is niet blij met de houding van de directie ten aanzien van de informatievoorziening naar de bond toe. Het personeel besloot het werk neer te leggen omdat de directie bij monden van directeur Dayan Shankar Matura niet kon aangeven wanneer de salarissen en vakantiegelden zouden worden uitbetaald. Snijders vindt het daarom jammer dat de informatie over de storting van de gelden niet officieel is meegedeeld aan de bond. Volgens Snijders maakt de bond zich niet druk daarover. Belangrijk is dat de salarissen en vakantiegelden zijn gestort, zegt hij. In de loop der jaren hebben directie en personeel samen strijd gevoerd om ervoor te zorgen dat de overheid haar verplichtingen jegens het PCS nakomt, voegt de moederbondsvoorzitter eraan toe. Hij vindt het daarom onbehoorlijk dat de bond nu aan de kant wordt gezet. Vooral nu de overheid slechts een deel van de benodigde 4 miljoen SAD heeft overgemaakt. Voor salarissen was deze maand 2,6 miljoen SAD nodig.